Buurtwinkels is een heel groot project. Het is in ieder geval een tentoonstelling hier in het Amsterdam Museum over de geschiedenis van buurtwinkels. Daarnaast hebben we ook nog twee tentoonstellingslocaties in de stad. Eén in de Van de Pek-buurt, op de Van de Pekstraat in Noord. En we hebben een tijdelijk tentoonstellingslocatie in de Javestraat in Mustafa's Koffie- en Theehuis. En ja, de idee eigenlijk van buurtwinkels is dat wij uiteraard verhalen willen vertellen van de buurtwinkels vroeger en nu. En dat met zoveel mogelijk mensen. Buurtwinkel is natuurlijk iets wat iedereen kent, heeft al een buurtwinkel of kent wel een buurtwinkel. En vanuit die idee zijn we 1,5 jaar geleden met een aantal vrijwilligers verhalen gaan verzamelen over buurtwinkels. Buurtwinkels vroeger en nu. We hebben ook samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam. Carolien Bouw heeft met haar studenten onderzoek gedaan naar de sociale functie van buurtwinkels. En ja, echt de afgelopen jaar is het project gegroeid tot datgene wat het nu is en wat morgen open gaat. Ja, dit is wat wij noemen het banketpakkersinterieur. Eigenlijk een heel mooi stuk uit onze collectie. Het is heel oud, 1780. En we hebben het al enige tijd. En ja, het is eigenlijk een interieur van een bakker. De reden waarom het bewaard is gebleven is omdat het ooit in een apothekersmuseum geplaatst is. En ja, speciaal voor deze tentoonstelling moesten wij het uiteraard wel opstellen. En dat wilden we ook graag. En zoals je ziet is het niet helemaal in oude staat teruggebracht. We hebben het eigenlijk expres zo opgesteld. Om ook mensen op te roepen om na te denken over wat je met dit soort collectie zou moeten doen als museum. Moet je het bewaren in het museumdepot? Moet je het weer teruggeven aan ondernemers? Moet je het opknappen en achter een glazen kastje in het museum zetten? Dat is eigenlijk het idee van dit collectiestuk. Nou, dit is wat wij noemen de veiligheid zelf, de bedreigingen voor winkeliers. Een winkelier zijn, dat hebben wij wel geleerd in dit project, is niet heel makkelijk. Je verdient niet veel, er zijn een hoop dingen. Je moet lang werken, lange werkdagen. Nou, een van de bedreigingen waar winkeliers mee te maken hebben en heel actueel, dat zijn overvallen. De laatste jaren worden er erg veel overvallen gepleegd op Amsterdamse winkeliers. Hier zijn wat stukken, wat tekeningen en ook een lint zeg maar, van juwelier Hunt uit de Jan Eversenstraat, die vorig jaar vermoord is bij een overval. Dat spreekt heel erg over veiligheid. Deze hockeystick is van Armin Boet. Die heeft jarenlang een zaak gehad in Amsterdam. En deze hockeystick, afkomstig uit Pakistan, heeft hij jarenlang achter zijn toonbank gehad om eventuele overvallers mee te verjagen. Dat heeft hij gelukkig nooit hoeven gebruiken. Inmiddels is zijn winkel dicht en kunnen wij gelukkig zijn hockeystick hier in het museum laten zien. Hier zijn een aantal overzichtskaarten te zien over buurtwinkels in 1975 en buurtwinkels nu. Nou, wat heel duidelijk is te zien in de tentoonstelling is dat, of in ieder geval op deze kaarten, is dat het aantal buurtwinkels sterk gedaald is de afgelopen 35 jaar. Er zijn er verschillende redenen voor. Een belangrijke reden is natuurlijk de opkomst van de supermarkt. Die al steeds langer open zijn. Dus het wordt ook echt steeds moeilijker voor buurtwinkels om daarmee te concurreren. En andere redenen zijn versterkte regelgeving, ook veiligheid. Dus ja, eigenlijk wat je ziet is dat het aantal buurtwinkels afneemt. Dit is onze groeikast. Er zijn een paar dingen in te zien. Hier zie je een aantal brillen van de Jean Bollemeijer uit de Javestraat. Die had nog van vroeger een aantal dingen liggen. Ook zie je wat kappers uitzet uit het Spreeuwpark Amsterdam-Noord. Dat is ook aangedragen door ondernemers zelf. Nou, op deze plek kunnen mensen ook verhalen opzoeken over favoriete buurtwinkel. En als het even mee zit ook hun eigen verhaal plaatsen. We hopen heel erg dat in de loop van de tentoonstelling deze presentatie groeit. Dus mensen die een mooi voorwerp hebben of een mooi verhaal te vertellen hebben, kom vooral langs op een van deze of op de locaties in de Javestraat of in de Van de Pekstraat.